Hey iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van Bio with Wirjo. Vandaag gaan we het hebben over de romp van de mens. En we weten dat de romp van de mens verdeeld in twee delen, namelijk de borsthalte en de buikhalte. Nou, om dit film te begrijpen, moet je de pijl volgen. Goed, het middenrif scheidt de romp in de borsthalte en de buikhalte. Dat zie je hier, dit is de borsthalte en dit is de buikhalte. En hier zie je het middenrif. Over het middenrif ga je later meer leren waarover we het hebben over het ademhalingsstelsel. Maar voor nu is het genoeg om te weten waar het ligt. Welke organen zitten allemaal in de borstholte? Als je goed kijkt, dan zie je hier allereerst de luchtpijp. Beetje moeilijk te zien. Die loopt hier in het blauw en loopt nog meer een stukje door. En dan hebben we natuurlijk de longen aan de beide kanten. En we hebben ook het hart in de borstholte. Hiernaast zie je de afbeelding waarbij enkele organen zijn weggehaald en dan zie je hier het middenrif. Het slokdarm is een bijzondere, want die loopt over grote deel in de borsthalte, maar loopt door het middenrif heen aan de maag in de buikhalte. Dus dat is je slokdarm. Dan hebben we tot slot de buikholte. Welke organen zitten daarin? Hier hebben we de lever. Die is wel groot. Daarna zie je de maag. Het ziet een beetje uit als een boon. Dan hebben we de dikke darm. Die loopt zo dwars en weer naar beneden. En dan hebben we tot slot de dunne darm. En hier dan de blaas. Er zijn ook nog een paar organen die je moet kennen die achter deze organen liggen. Daar heb ik een andere afbeelding voor. Je ziet hier de nieren. Eentje hier. Ja, dit is de holle ader. Dat is een van de grootste holle aderen. En dit is de aorta. De linkerkant van je lichaam. Hey guys, ik ben blij dat je hebt gekeken tot het einde van mijn video. Als je nieuw bent, subscribe. Laat een comment achter wat je van de video vindt. En like de video. Tot de volgende keer.